الله سبحانه وتعالى دخل سورة آل عمران الفرس اي نزسخ هتفوخ نادت دكنس توتي خكومن اس زيخ دان كوم لات انس انس كندرن ان ايو كندرن ان انس فراون ان ايو فراون ان انس زلف ان ايو زلف روپن لات انس دارنا فورغ بيدن ان ده فلوك فان الله روپن اوفر دخينن دي ليخن. Deze vers gaat over de christenen van Najran. Najran is een plek in Jemen, in Jemen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam stuurde verschillende boodschappen, verschillende brieven naar verschillende regio's, waaronder de christenen van Najran. De christenen van Najran waren niet overtuigd van de boodschap, dus gingen zij naar Medina toe met hun geleerden om een discussie aan te gaan met de profeet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf toestemming aan deze mensen om hun gebed te verrichten in de moskee. Dit is een teken van barmhartigheid van de profeet van de islam. Dit is een teken van rechtvaardigheid van de profeet van de islam. Helaas zien wij vandaag de dag personages die andere geloven bijvoorbeeld aanvallen. Of zelfs andere moslims aanvallen. Er zijn moslims die bijvoorbeeld het shiïsme volgen. Zij worden aangevallen omdat ze de Ahlul Bayt alayhum as-salam volgen. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam toestemming gaf om in hun moskee te bidden. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam oproept tot het behoud van een mens, van de mens. Ook al verschil je met hem in bepaalde geloofszin of in bepaalde meningen. Deze meningen kunnen wij altijd aan tafel bespreken. Het is niet nodig om elkaar uit te moorden of om elkaar uit te roeien. Ze gingen in discussie. Ze kwamen niet tot een conclusie en ze maakten een afspraak de volgende dag dat zij in de woestijn zullen bidden tegen degenen die liegen, dus dat er een vervloekenis zal neerkomen op degene die liegen. De christenen van Najran, zij gingen naar de woestijn en ze waren daar met hun geleerden. En een van hen zei, als Mohammed met zijn metgezellen komt, dan gaan wij die vervloekenis aan. Als hij met zijn familie, dus met zijn Ahlul Bayt komt, dan doen wij dat niet. Ze zagen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam met imam Ali alayhi salam kwam, met Fatima met Zahra alayhi salam kwam. Met imam al-Hassan en imam al-Hussein alayhum as-salam kwam naar hem toe. En een van hun geleerden zei, ja Allah, oh Allah, ik zie mensen. Als zij willen dat deze berg wordt verplaatst, dan wordt deze berg verplaatst. En zij gingen niet in discussie. Dit is een bewijs voor het leiderschap van de Ahlul Bayt alayhum as-salam en voor hun hoge deugden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want In de vers staat het volgende. Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen. Onze kinderen, dus de kinderen van de Christen en uw kinderen. Dat zijn imam al-Hassan en imam al-Hussein alayhum as-salam. En onze vrouwen en uw vrouwen. Fatimatu Zahra salamullahi alayha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam kon verschillende vrouwen uitkiezen. Maar hij koos enkel en alleen Fatima alayhi salam. En uzelf, uw nefs. Wie is de nefs van de profeet? Amir al-Mu'mineen. Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam is de nefs van de profeet. Dit is een leiderschap voor Imam Ali alayhi salam. Een teken van leiderschap. Geen enkele metgezel heeft deze deugd ooit gehad. Geen enkele metgezel heeft bijvoorbeeld de deugd van kinderen gehad. Laat staan de deugd van nefs. Deze vers is een leiderschap. Is een bewijs voor het leiderschap van de Ahlul Bayt alayhum as-salam. غصبا على